Het Korps Brandweer Suriname is van plan om dit jaar een actievere vorm van voorlichting te geven om het aantal vuurwerkslachtoffers te minimaliseren. Brandweervoorlichter Alton Pinas zegt dat er de afgelopen jaren wel een dalende trend is van het aantal slachtoffers. 2 jaren terug waren er 10 slachtoffers en vorig jaar 6. Hoewel het aantal minder wordt, is het volgens Pinas toch noodzakelijk om de samenleving actiever voor te lichten. De brandweer is vandaag zichtbaar in de binnenstad. We zijn van mening om van het jaar met een agressievere vorm van voorlichting te komen. Dat wil zeggen, we gaan veel meer manschappen inzetten. We gaan veel meer de verschillende volksbuurten in. We zijn vandaag hier met onze speciale exercitiegroep en onze bikersgroep. We gaan shows weggeven in de binnenstad onder muzikale begeleiding van de politiekapel. En verder gaan wij dan flyeren, de mensen voorlichting geven hoe vuurwerk af te schieten. Omdat wij in principe minder vuurwerkslachtoffers willen hebben van het jaar. Pinas geeft aan dat het korps naast het geven van voorlichting ook controle zal uitoefenen en zal ingrijpen indien dat nodig is. Zo zal er strak toezicht worden gehouden op de vuurwerkverkopers. In hun vergunningsvoorwaarden staat onder andere dat zij tenminste 2 poederblussers en een zandbak moeten hebben. Pinas benadrukt dat het verboden is om langs de openbare weg vuurwerk af te schieten. Het is gevaarlijk en de rookontwikkeling die ontstaat kan het zicht van de automobilisten belemmeren. Het is belangrijk dat kinderen vuurwerk afschieten onder toezicht van volwassenen. Kindervuurwerk bestaat er niet, zeggen we altijd. Elk vuurwerk is even gevaarlijk. De meeste ouders denken, de pop-up heeft geen vuur, het is niet gevaarlijk. Maar het is gebleken enkele jaren terug dat een kindje een oog heeft verloren vanwege die pop-up. 2 broers die speelden. De ene gooide pop-up op zijn oog en heeft zijn oog kwijt. Ook die wonderkaars is even gevaarlijk. 2 zusjes speelden met papa erbij. En die vader zei dat kind om het weg te gooien. En het is in de laars van dat zusje terechtgekomen met een enorme brandwond. Dus u ziet, elk vuurwerk is even gevaarlijk. Er bestaat geen kindervuurwerk. Wat ook belangrijk is, dat de winkelier geen vuurwerk mag verkopen aan mensen minder dan, of kinderen beneden de 16 jaar. En kinderen binnen de 6 jaar mogen ook geen vuurwerk gaan kopen bij de winkelier. Als de mensen dat opmerken, mag men bellen naar de brandweer op het alarmnummer 110 om de klachten door te geven en dan worden er maatregelen getroffen. Pinas drukt de samenleving op het hart om bij het afschieten van vuurwerk rekening te houden met het verkeer en met dieren.